Weet je dat ik degene ben die de meeste wedstrijden gespeeld heeft van alle spelers op de hele wereld? Meen je niet? Dat geloof ik niet. Echt? Ja. Yo! Kom eraan, man. Zie je zo. Yes. Goedemorgen, Sjaak. Hoe is het? Is goed hoor, denk ik zo erin. Ja, volgens mij komt iemand aanrennen. Of, niet, of is ooit niet bij ons? Ja, die kan rustig wachten. Ah, oké. Okay. Ik vind het niet erg dat hij ons ziet. Mooi, hè? Gaat het goed? Goed, vriend. Mooi, goed je te zien. Hey. Je ziet er goed uit weer, hè? Dat is ook niet allemaal. Toch ook, jij toch ook? Ja, zeker. Godverdomme. Doe er gewoon een goede water hebben. Als je water moet hebben, dan pak maar. Oké. Okay. Oh, die mensen worden ongeduldig. Gaat het? Wat, wat is ik kwaad? Nee. Ja, word ik boos? Nee, toch? Oh, hier. Die horen bij ons, maar die zijn te laat. Zijn die bij ons? Ja, die zijn we te laat. Ja. Op een klote. Lekker dan, ik sta hier te wachten. Ja, want daar. Ja, lekker, hè? Hallo, goedemorgen. Pas op, mensen moeten er langs. Hey, ik dacht misschien is het nog leuk om jouw hele achterbank vol te plempen met boeken die ik achterin heb. Of is dat helemaal niet leuk? Wat je wil? Ja, wat jij wil. Gooi er maar in. Ja, zullen we doen? Natuurlijk. Tuurlijk. Gooi er maar in hoor, schat. Even een sterretje. Hé, maar vreselijk. Ja. Klopt, hè? Oh man. Bah. Ik heb nog niet gezien, hè, dat boek. Hier ook. Hi, Maaike. Eerste extra. Ik wel, hoor. Alles sorry, goed? Hoor, ik stond er al tien. Ja. Kijk, hier zie je. Oh, dankjewel. Kijk, dat is de eerste keer dat ik hem zie. Nee. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Serieus? Ja. Is het eerste? Ja, gooi hem maar neer. Mag die ook houden dan? Nee. Oh. Het moet allemaal weer terug, die moet vandaag verstuurd worden. Zonde. Stories. Ik heb dit. Mooi hè? Ja, hij is prachtig. Mooi koffer heb ik wel. 25 bladzijden. Ja, oh, mooi hè? Ja, ben jij bezig, Andy? Ah, half uurtje of zo. Dit foto. Met Sjaakie erbij. Dit zit erbij. Sjaakie! Mooi man. Nou, tot zo hè? Doei. Doei doei. Ja, je mag niks meer zeggen, Sjaak. Dan was, jij wel. Klaag ze je aan, hè? Oh, Sjaak. Nog voetballen? Wat? Voel je je nog? Ja, we moeten eerst een wedstrijdje spelen, dus kan je meedoen. Het lukt Ajax. Ja, we hebben 2 jaar niet gespeeld. En dan, kijk, ik heb ook 2 jaar niet gespeeld, wel getraind. Ja. Maar dan merk je het wel. Verschil, hè? Ja, maar dan moet je lopen op een heel veld. En elke dag trainen wel? Drie keer. Ja, wat ik doe altijd, mijn oefeningen. Ja. En rek en zo. Ja, alles. Ja, hè? Dat doe ik serieus. En ik ga 2 keer in de week naar de fysio. Bij Ajax? Nee, bij mijn, waar ik al 40 jaar kom. Oh, ja. Ja, die zijn fantastisch. Die zijn echt de beste. Ze kunnen allemaal zeggen, die hebben Van Dijk nu fit gemaakt. Ja? Die hebben, hoe heet het? Van Barcelona. Depay. Nee, Frenkie de Jong fit gemaakt. Die jongen uit Engeland, die donkere jongen. Wie zijn dat? Hoe heet die gasten dan? Die zijn vroeger, had je, dat weet jij ook dan wel, denk ik, Richard Smit. Ja, Richard Smit. Die Richard Smit, die ging ooit met mij mee naar Lyon. Ja. Daar speelde Seuren, die moest in het land spelen met Denemarken, Europees. En die jongen vraagt of hij met mij mee mag rijden. Ik zei, ja prima, dus we rijden naar Lyon. We komen eraan en we zitten te wachten op Seuren dat hij van trainen komt. Ja. En die komt binnen, mank lopen. Ik zei, wat is het? Oh god, verdomme, je weet hoe die was. Ja. Ik kan niet spelen morgen, spierverrekking. Oh. Waarop die jongen naast me zegt, als ik hem nu ga behandelen, speelt hij gewoon morgen. Ik zei, ben je Tita Dover? Ja. Zo weet je wel. Hij zei, nee, 100%. Ik zei, nou, dus hij zegt tegen het bestuur, nou, volgende. Nee, hij ging meteen behandelen, boven, 2 uur lang. Nou, je weet ja, met de elleboog. Oh, pijnlijk hoor. Oh. Toen, s'avonds laat nog, voordat hij naar bed ging. En s'morgens vroeg. En wat denk je? Daarna gingen wij met een veiligheidsagent. Met die Smit. Ja. Met Seuren en ik. Gingen naar het trainingsveld. Gingen in lopen eerst, rustig. Seuren mee. Maar op het laatst werd het ook nog sprinten. En gewoon speelde een wereldpartij. Ja, ja, ja. Ja. En na afloop was het een beetje stijf. Ik heb hem niet meer teruggezien, die gozer. Zat meteen met de helft op. Nee, ja, die is echt heerlijk. En het is zo doorgegaan.
En toen had hij daar een Zweedse trainer toe, hoe heette die ook weer. En die was helemaal gek van hem, die dacht, wat heb ik nou in mijn huis? Tuurlijk, die maakt al die spelers fit. Maar hij was zo gek. Kijk, je doet allemaal wel eens gekke dingen, maar hij deed net of de beste van de wereld. En dat was misschien ook wel de beste. Ja. En ik neem hem mee naar Harmsen van Ajax. Om bij Ajax misschien erin te gooien. Ja. Want dat vond ik nooit zo erg goed. Nou, neem hem mee. Wat denk je wat hij zegt? Nou, we gaan zitten met Harmsen. Dit is Richard Smit. Heel goede dit vakman, dit en dat. Hij zegt, meneer Harmsen, hoeveel fysio's heb je hier? Zegt hij, nou, ik weet niet precies, maar 10, 12. Hij zegt, die moet je meteen wegdoen. Ja, ja, ja. Zeg je dat? Wegdoen. Ja. Hij zegt, die moeten eruit. Die moeten eruit. Nou, toen zegt hij, die arm zegt, ah, maar zo werken wij niet. Nee. We gaan die mensen meteen eruit slingeren. Nou, toen... Toen kwam hij. Ja, toen zei hij gelijk van, die anderen kunnen allemaal weg. Stuur die maar weg. Waar kwam die vandaan, die Richard? Die Richard? Die... Uit Amsterdam ook? Ja, maar hij zit nu nog op Kattenburg. Oh. Hij is weer begonnen met zijn paar zonen. Okay. Werken ze. Ja, hij is ook een goeie. Maar die ik heb, Rinus en André. Dat zijn twee toppers. En die fysio's bij Ajax dan? Hoe zijn die dan? Zijn die ook goed? Ja, ik kom er nooit. Maar, kijk, ze zullen allemaal wel goed zijn. Tuurlijk. Maar je hebt verschil. Het is net met voetballers. Dat is ook. Je hebt goede en hele goede en je mindere. Dus dat is in dat vak ook. Ja, tuurlijk. Maar die jongens die wij hebben, die zijn echt goed. Ja. Nee. Ik zie zoveel bekende voetballers die zich fit. Ja, dat is belangrijk. Ik deed het ook altijd. Heb je dat wel gedaan? Ik heb dat gedaan toen ik in Italië zat, Engeland, liet ik Nederland gewoon fysio's overkomen. Tuurlijk. En dan goed behandelen, thuis laten behandelen ook. Tuurlijk. Zeker weten. Ja, dat deed ik wel. Nou, maar dat was belangrijk. Ja. En als je nou net zo serieus was als ik, dan had je heel veel wedstrijden meer. Ja, zeker. Dat weet ik. En dat vind ik wel jammer. Want ik gun het je. Echt waar. Weet ik. Je hebt bepaalde spelers, daar heb je wat mee. Ja. En jij was ook een goede rechtsbuiten. Echt waar? Ja, dankjewel. Je had ook een kegel in je poten. Ja. Daar hield ik van, weet je wel. Dat er ineens een bal tussendoor. En dan bam, dan hem in één keer op je slof. Ja. De meesten die het doen, die weten echt niet waar die bal echt die niet. Die weten niet. Dat is ongelooflijk. Ze doen het, maar dan zie je met dak uit gaan. Dan weet ik veel wat. Ja, ja. Enkeling die hem goed raakt. Ja, dat is ook maar zo. Maar wij hadden echt ook een goede voorzet. Die ging hem langs buiten. En dan kwam die voorzet. Ik zag van de week toevallig nog. Eentje van je op iemand zijn hoofd zo paf. Ja, ja. Maar wie kent dat nou? Ja, dat is je kan hem voorzetten zo hoog. Ja, maar ze trainen er ook volgens mij heel niet meer. Ik heb met pokken getraind. Het is meer nu een links buiten op rechts buitenpositie. Ja. Dus dan krijg je al dat ze naar binnen gaan. En dan... Ja, maar jij weet zelf wel, trainers zijn ook ontdekkers. Hè? Ja. Ze willen alles ontdekken. Ja, en nieuwe dingen erin gooien. Ja. Maar dan spelen ze als een systeem. Als ik nou bijvoorbeeld Manchester United op dit moment zie spelen, dan denk ik, nou, je hebt zulke goede spelers erin lopen. Dan speel je toch aanvallen voor, druk zetten, tuurlijk, vastzetten je hebt gelijk. Mensen ervoor en dan spelen ze op de counter. Oh, ja, kan niet, hè? Het is ongelooflijk. Slecht. Maar dat bepaalt zo'n trainer dus. Die betaalt de hele sfeer ook bij de club. Want dat kan toch niet? Nee, daarom, dat gebeurt te veel. Je ziet toch te veel ploegen. Die roepen na afloop, het eerste wat ze roepen zeggen, we hebben niks weggegeven. Ja, dat is toch niet helemaal. Ja, maar het is toch dat kan dat niet. Je moet er aanvallen, plezier hebben in het spel en iets moois laten zien. Mensen komen toch ergens voor? Ja, tuurlijk. Daarom ik kijk en dat je een keer verliest, dan heb je het. Ja, dat kan. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Gaat Ten Hag weg bij Ajax, denk je? Nou, ik moet zeggen dat Ten Hag het echt goed doet. Hij is slim. Ja. Hij heeft veel geleerd ook voor hemzelf. Ja. Nee, ik ben heel tevreden. Ja, dat moet ook. Ik eerlijk zeggen. En dat was ik ook met mijn vriend Overmars. Ja. Ik vind het zo jammer dat dit zo. Ik was er echt een beetje ontstoken. Ja, ik ook. Ik ook. Dat gebeurde. Ja. En nu dan? Wie moeten ze terughalen voor hem? Overmars. Dat is nu de vraag. Daar zit iedereen om te puzzelen. En dat is heel moeilijk, omdat, kijk, op dit moment zijn er ook een aantal spelers die waren in contact voor het nieuwe contract. Dat was met hem. Tuurlijk, Nou, als een ander komt, zegt hij misschien wat anders, dat weet je niet. Ja, ja. Andere afspraken maken dan. Het is heel moeilijk wie dat wordt, hoor. Maar ik moet zeggen, Ajax, voetballers, met de gezien de laatste twee wedstrijden, hebben ze het heel goed opgemaakt. 10 goals gemaakt, 2 wedstrijden. 5-0, 5-0. Zullen we erop klappen?
Ja, wie, en, maar als Ten Hag weggaat, hè, wie zullen we dan terug moeten halen als trainer zijn? De Bos of Schreuder weer? Nou, kijk, in dat moet je het wel zoeken, want die hebben het ook goed gedaan. Die weten nu waar hij speelt, hè, die weten er overal van. Koeman. Koeman, hè? Ronald. Ja, ja. Dat zou ook... ja, tuurlijk. Dus ja, daar heb je een paar kansen in. Kijk, misschien dat Ronald gaat kijken voor het Nederlands elftal. Ja, de knoop. Dat maar dat ik zou hem wel graag... Ja, ik ook. Ik heb me erg gemaakt bij Ajax als trainer. Top trainer, man. Echt. En een geweldige vent. Ja, en hij weet ook precies en rustig waar en zo. Hij is. En, dus ja. Hij kent de club. Ja, natuurlijk. Dat is belangrijk. Jacques, lopen er nog een paar mooie talentjes rond bij Ajax? Ja. Jeugd? Ja. Komen er een paar nieuwe aan? Maar je moet nu, met die talentjes, dat weet je zelf. Vroeger had Ajax ook heel veel talenten. Ja. En ik heb toch wel alles een beetje gezien. Er was een jongetje als Van der Water, dat was de kleine Johan Cruijff. Nooit gehaald. Tussen 15 en 18, dan komt het, dan wordt de beslissing van stappen. Dan gaan we het halen, het wordt beter. Weet je, dat zie je. Als ik nu neem ook bijvoorbeeld Univer. Ja. Nou, dat wat ik gezien heb al van hem, kan hij heel goed voetballen. Ja. Maar toch zit hij nu in een periode, en allemaal hebben we wel eens een mindere. Maar ik weet niet, het is net of hij anders is gaan voetballen. En dat mag niet bij hem. Nee. Hij, net als Nouri. Zo'n speler was hij. Ja. Ja, dat is jammer. Hoezo? Is hij omdat hij ouder wordt of zo, dat hij meer daarover na gaat denken? Ik weet dat hij misschien andere dingen, daar ben ik niet bij. Ja, dat weten we niet. Wat er gebeurt. Oké. Maar hij, ik vind de laatste tijd, hij maakt wel een goals af en toe. Omdat hij toch klasse heeft. Ja. Maar hij moet beter. Maar je hoorde ook van, al 2 jaar geleden, van er komt een heel groot talent aan, Univar. Ja. Dus zit hij wel bij de selectie ook? Nou, heb al zijn debuutje gemaakt, een goaltje gemaakt. Ja. Maar dit jaar in het tweede B-team, nee, hij is nog niet bij het eerste. Nee. Af en toe bij trainen en alles zitten ze erbij. Dat is ook prima. Maar hij is op dit moment een elftal, daar wordt niet veel aan veranderd. Nee, natuurlijk niet. Het loopt. Kenneth Taylor, nou, ik weet niet of je die al gezien hebt. Ja, vind ik een goede voetballer. Ja. Als die links en rechts even goed, paas in zijn benen, heb een kegel van een schot. Ja. Alleen die moet meer spelen natuurlijk als de eerste. Ja, dat is moeilijk nu. Ja, dus dat zou die verhuurd moeten worden. Ja, feitelijk zou iemand in een team moeten spelen wat voetbal speelt als Ajax. Ja. Nou, die zijn wij erg te vinden. Ja. Nee. Maar dat is wel belangrijk. Ja. Dat je niet in een verdedigende ploeg komt. Dat je alsmaar heen en weer. Je moet aangespeeld worden. Dan heb ik het maar niet over de buitenspelers. De buitenspelers moeten aangespeeld worden. Dat wilden we toch vroeger de bal. Maar dat besprak je ook met je middenvelders, je backs. Van, hey, als je de bal hebt, geef die bal, snel. Dat had ik met Zuurbier en Leeskans. Dat was een driehoek. Ja. Nou, dat waren ook, die gingen de strijd, hè? Mooi, hè? Dat waren twee fantastische gasten ook. Die, Leeskans, als die voor. Als we gingen drukken op de tegenstander. Van huis uit, meteen, hè, begin. Daar ging hij. Ja, niet stoppen. Allemaal erachteraan. Nou, en die tegenpartij, die had hem meteen. Die dag was dit. Waar kwam die Johan Nesjes vandaan? Uit Amsterdam? SCH, Haarlem. Ja. Haarlem kwam. Uit Haarlem. Ik heb hem 2 jaar in huis gehad. Ja? Ja, met het weekend. Wat is, bleef hij bij jou? Opgevoed. Ja, ook? Ja. Maar Donnie toch ook? Dat zegt hij ook. Ja. Donnie ook. Maar dat vind ik niet leuk. Ja. Dat weet je toch hoe ik ben. Ja. Ik heb met alle spelers. Ik heb zoveel leuke berichten over alle spelers. Maar Tadic ook, Tadic. Die heeft de vrouw van Tadic. Mooi is dat dan? Ik bel hem af en toe. En gaan we even over het elftal. Dat vind ik leuk. Ja. Even over het elftal praten van wat beter kan. Er moet er wat gebeuren. Ja. En laat hem niet in slaap vallen, weet je. Mooi, dat is mooi. Mooi. Ja, maar dat hoor je nooit, hè. Nee. Dus je ziet ze alleen maar spelen. Ja. En voor de rest, op de achterban weten we niet wat er gebeurt. Dus dit soort dingen is geweldig om te weten, toch? Dat is nog mooi dat je zoveel contact hebt met die gasten. Nee, maar ik vind het ook leuk. Ja, je weet... Jij bent nog zaakwaarnemer, toch? Ja, tuurlijk. Ja, hoeveel heb je er nog gelopen? Nou, we hebben er... We hebben ook Berghuis. Berghuis, ja. Berghuis. Kon je Sivkovic? Sivkovic, ja. Van Groningen was hij eerst. Ajax hebben we hem gehaald. En nu zit hij op het ogenblik bij Rode Sterren. Oké. Wel gedaan. Oké. Doet het nu. Dus je Berghuis ook binnen? Ja. Berghuis ook, Dat speelt goed, hè.
Hij speelt echt goed, hè? Ja, tuurlijk. Maar we hebben er niemand van wacht, toch? Hij kan voetballen. Natuurlijk, hij heeft wel echt. Ja, maar hij overzicht en hij. Natuurlijk. Hij weet wat hij doet, slimme spelen. En bij Ajax, dat kan hij voetballen. Ja, ja. Kijk, het is toch het mooiste als je kan voetballen, is Ajax de mooiste club om te spelen. Tuurlijk. Ja, dat is ook niet. Iedereen zeggen wat hij wil. En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen club. Kijk, Feyenoord heb ook altijd tegen ons al een mooie helft gehad. Dus nou aardig hem, Wimpy Jansen, Kindval. Nou, dat was ook Asiel, was ook een fantastisch speler. Koemelijn. Ja, ja, ja. Ja, ook een goed elftal. Ja. Mooi. Alleen, het was toch meer werken. Bij ja, ja, ja. En bij ons was het echt. De bal laten gaan, de techniek, tactisch. Ja. Mooi. Net op tijd erop. Hey, Johan Cruijff. Heb je nog een paar mooie anekdotes? Ja. Van Johan Cruijff. Johan Cruijff, die was echt ook een gammetje. Situatie. Maar je hebt het verhaal toch wel gehoord met. Want hij wil in alles de beste zijn. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, met biljarten was hij een van de meeste. Ja, ja, ja. Maar als we gingen biljarten op vrijdagavond, dan een clubavond van Ajax. Dan ging je toch tegen iedereen zeggen. Nee, die moet je zo raken, die moet je zo. Maar hij was de minste. Maar dat heb je ook gehad met die Ballesteros, ken je die nog? Wereldkampioen golf? Nee, ken ik niet. Nee. Nou, hij was een golfer met hem in Spanje. En op een gegeven moment legde hij de balletje legde. En hij zegt tegen die man, die moet je zo raken. Tegen die wereldkampioen? Nou, dan leg je toch weer. Ik ken dat niet. En daarom was het zo geweldig mannetje. Mooi, hè? Ja, ik moet heel eerlijk, ik mis hem echt. Ja, ja? Ja. Ja. En nu ook met die foundation, dat is toch geweldig wat die op. Ja, zeker weten, heel mooi. Ja, maar dat is een legende. Kinderen die nog een sport kunnen doen. Dus ja, ik probeer ook mee te helpen, weet je, als ambassadeur van de Cruijff Foundation. Ja, dat vind ik mooi. Geweldig, dat is heel mooi. Echt. Maar die koorts allemaal, door dat je jongens kunnen voetballen op straat en zo. Mooi. Johan hebben we heel veel. Johan, die kwam altijd maandags, moesten we trainen, weet je. Kwam hier binnen. Johan. Je hebt vrij vandaag. Ja, ja. Maandag, dinsdag. Waar niet trainen? Hij begon pas woensdag. Ja, ja, waar niet trainen? Gewoon zorgen dat een beetje ziek. En dan vanaf woensdag begon. Ja. Wat een man, ja, is zo. Geweldig. Ja, hij was ook zo goed. Dat kon hij je makkelijk maken. Jacques, je hebt Nederlands elftal gespeeld. Ja. 30 wedstrijden of zo. 32. 10 goals. Te weinig. 10 goals. Ja, hoe kan dat? Je gaat steeds eentje pikken. Ja, sorry, sorry. Kijk of je scherp bent dan. Ja, zijn Messi. Hoe kan dat? Dat je niet zo. Je geen eindtoernooi hebt gespeeld. We speelden 2-3 wedstrijden per jaar. Maar met nu is het 10-15. Ja, 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 ja. Zeg maar, kijk, wij hadden toen ook. Ik heb geen Europees toernooi. Dat was toen nog niet. Nee. Oh, dat begon in 72. Oké. En dat, kijk, want als je Europees en wereldtoernooi speelt. Ja, voorwedstrijden. Speel je zo 10 per jaar minstens. Zeker, zeker. Vind jij de keepers goed in Nederland? Nee, moet er wel. Zijn er maar weinig. Ze gaan tegenwoordig pingelen ook. Heb je gezien? Iemand uitkappen. Nou. Gelijk een goal tegen. Oh, oh. Dat is niet normaal. Als je dat vroeger bij Michels deed. Nou. Was het deze? Ja, die, ja gelijk wisselen. De Michels, die is met mooi. Nog één keer met. Met Subi, soms zie je toch fouten. Denk je, ja, dat mag niet gebeuren. Dan moet je die ook meteen wisselen, want dan doet hij het nooit meer. Ja, ja. Als je hem niet wisselt, doet hij het volgende keer. Ja, dan denk ik, probeer het nog een keer. De Subi geeft een breedte paas. Ik dacht tegen Kohet een keer. En die spits maakt meteen een goal. Nou, je hebt nog nooit iemand zo snel opties door. Ja? Michels? Ja. Ja, ja, ja. En Wimpy gaat naar binnen. Nou, zwaar de pest in het doen. Die kwam de volgende ochtend. Wat denk je? Moest hij normaal nog MVV 2. Nee. Tweede helft. Oh. Moest je mee, ja? Oh, dat is dus helemaal erg. Dat was echt. Ja, zolang die bus van straf ook nog. Maar dan doe je het niet meer. Nee, dat weet je dan wel. Volgende keer denk je al na. Nou, ja, kijk, ik maak allemaal fouten. Tuurlijk. Dat was hij scherp op. Oh, ik zie wel eens dingen nu. Dan denk ik, nou, komt er nog een speler die de pest in hebt dat hij eruit moet. Als je dat niet als deed. Ja, ja, ja. Ja, dat was van de week ook, ja. Dat zag ik. Ja, de eentje, die was boos dat hij eraf gehaald werd. Ja, ja. Maar is dat dan ook niet dat je denkt van, nou, het is toch wel ook wel een goede reactie dat hij graag wil spelen? Ja, maar spelen. De manier. Ja, ja, ja. De manier waarop natuurlijk. Ja. Je kan even langslopen die trainer, denk je, denk zo. Maar niet dat je het laat zien aan de mensen. Nee, ja, natuurlijk. Aan de media ook en zo. Ja, trainer. De trainer kan niet. Nee, haalt het maar eraf. Kijk, dat mag niet. Maar bij Michels, hoe ging dat? Als je dat Michels, dat heb ik geloof ik.
dat vergeet ik nooit. Wij waren in trainingskamp en ik lag altijd met Benny Mulder op de kamer. Ja, ja, ja. En moesten we rusten voor een cupwedstrijd. En Benny lag op de kamer. Maar die gaat ineens. Hij zegt, ik ga even lassen. Maar die bleef er een half uur weg. En ineens hoor ik mijn deur zo piepen en gaan. Ik zeg, nou, kom nou maar binnen, kleine kippenneuker. Maar ik zie niks. Kom Michels, hoe kom? Oh. Zegt hij, zeg maar grote. Ja, ja. Zeg maar grote kippenneuker. Dat is toch prachtig. Mooi, geweldig. Geweldig. Nou ja, dat soort dingen. Ja, humor is wel belangrijk, hè? Ja, echt geweldig. Blijven, ja, vooral die Amsterdamse bluff en humor. Dat is toch een beetje lachen, ja, en een beetje spelen. Dat is het toch? Ja. Maar als het erom gaat, ja, dan moet je het best doen. Zeker weten. En dat is in deze tijd nog meer. Ja. En nu verdienen ze natuurlijk ook veel meer dan zo, als wij. Dat is niet normaal, hè, hoe dat veranderd is. Het is ongelooflijk. Ik zie bedragen voorbij komen, denk ik, nou, die kan wel lekker voetballen, maar raak een bal. Is echt zo. Is echt, of die? Hoe oud ben je nou? Zeg 84, 83? Ik ben 84. Nog zo'n mooi bos met haar, hè? Ja, dat heb ik inderdaad. Dat had mijn vader ook. Jij, ja, ja, ja. Ongelooflijk, zeg. Ja. Ik had al, ik was al bijna kaal toen ik 19 was. Met een dunne haar. Oh, de baal ik altijd als het ging regenen. Ja, jou staat het al. Ja, dit staat er wel. Dat zeggen ze ook al. Ja. Dat is vrouwen allemaal zeggen, oh, het kale kop staat erop. Nee, maar dat is zo. Ja. Je hebt soms dat... Nou, je ziet. Ja. En jij bent nu? Ik ben 42. Ja, je bent nog jong. Broekie, heerlijk, ja, man. 42. Ik zweer het je, toen ik 42 was, kon ik nog zo in de eerste spelen. Ja, ja, ja. Weet ik echt. Ik was snel ook. En ja, ik deed er alles aan. Ik was gestoord. Veel gescoord ook, hè? 175 keer, hè? Nee, 228. Meen je nu? 228. En 600? 603 wedstrijden, ja, zeggen ze. Ja. Maar daar tellen ze niet mee. Als we wedstrijden tegen Chelsea en al dat, ja, dat hebben ze niet meegeteld. Meen je? Ik heb 800 wedstrijden. Oh, dus dat stond. Ik heb even opgezocht. Weet je dat ik degene ben die, ja, de meeste wedstrijden gespeeld heeft van alle spelers op de hele wereld? Meen je niet? Dat geloof ik niet. Echt? Ja. Kijk, toen ik stopte met voetballen, was ik 36. Trainde ik nog gewoon 2 jaar mee met Ajax, met de eerste. Dat wilden ze graag, ja, met zeuren en alles erop en daar, ja, 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 trainde ik gewoon mee. En nou, op een gegeven moment ging ik spelen bij Blauw-Wit. Ja. Nou, dus, en hadden we ook al leuke jaars en ik speelde 40 wedstrijden per jaar. En dan met Blauw-Wit, weet je hoeveel keer kampioen geworden ben? Nee. Ik was dus de aanvoerder, ik heb 6 jaar met Blauw-Wit. Ja. 5 jaar met VVGA. Ja. Dat was naast het Ajax-stadion, ja, ja, daar speelde ik. Voorland, is dat, ja, daar? Ja, ja, en 6 jaar met, 5 jaar toen ook met Bobby Arms. Ja. Hebben we de zaterdag naar de derde klas gebracht, van KNVB. Ja. Toen was ik 53, toen zei ik, oké, ik ga nu wat lager spelen. Speelde ik nog steeds het eerste. 53? Laatste man. Nee. Ik kwam geen muisje erin. Mooi, ik kwam geen muisje erin. Ik smeer het je. Dus, je moet bij mij rekenen, vanaf... Ik zal maar zeggen dat ik 73 heb ik 27 en 21 nu 48 jaar gespeeld. Nou, hou het maar op 78, nog wel 35 wedstrijden. Weet je wat het is? Niet normaal, hè? Zit in de 2000 plus die 800 plus in mijn jeugd, in, ja, alle, ja, 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 weet je, die wedstrijden erbij. Boven de 3000. Nooit iemand gespeeld. Nee, nee, niemand. God, iedereen stopt als hij 50 of zo. Ja, ja, 53 was je toen je stopte, ja, met voetbal, hè? 53. Met, ja, echt met de... Ja, met de hoogste, ja, hoogste niveau. Ja. 17 keer kampioen achter elkaar. 17? 17. Nou, op een gegeven moment is het niet meer leuk. Ja, nee, dus... Nee, denk je, ja, weer feest. Ik heb de meeste kampioen samen. Echt waar, ik ben 8 keer kampioen met het eerste. En in de jeugd altijd elk jaar kampioen. Dus ja, ik heb zoveel kampioenschappen. Nou... Dan heb ik op 10 plaatsen in de eerste helft gespeeld. Dat is absoluut een record. Ja. Dus 10? Alleen geen keeper. Geen keeper, nee, maar de rest overal gespeeld. Michels tegen mij, tegen Arsenal uit, Highbury. Sjaak, linksback vanavond. Nee. Van rechtsbuiten naar linksback. Dat dacht je? 0-1 gewonnen. Ja, ja, ja. Ik zei gewoon goed. Prima trainen. Nee, ja, ja, gewoon, ja, doen, ja. Ik heb laatste man gespeeld tegen Go Ahead. Ik heb in de spits gespeeld. Ik begon als linksbuiten. Nou, rechtsbuiten. Ja. Tegen
En die gozer heette Tabak, was de Nederlands zelf te spelen. Ja? En die hebben zijn moeder, ja? Hebben zijn moeder geroepen. Echt? Ja, ja? Ja, echt waar. Ik wil naar huis. Ik was tegen Eindhoven. Echt waar, dat was zo mooi. Ik was vroeger, ging ik wel kijken bij AGO. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Want ik heb toen nog, had je Mertens. Ja. En, weet je die, ja, die Marokkaanse jongen. Ja. Die wou de Ajax halen. Ja. Het kostte maar 2,5 miljoen met z'n tweeën. Meen je niet? Ja. En toen deed Ajax het niet. Weet je nog, Mertens, ja. En die linksbaan. Ja, ja, Chadli. Chadli. Ja, Chadli. Heel Chadli. Goed van je. Ja, ja. Ongelooflijk, want Van den Brom was toen trainer en die zei, Ajax moet ze mee. Ja. En toen deden ze het niet. En Huntelaar zat daar ook, volgens mij. Ja, ja. Huntelaar. Ja. Maar die ging naar PSV toen, hè? Klaas, ja. Klaas, ja. Maar die heeft ook zijn leukste tijd als je hem hoort bij Ajax. Ja, hè? Ja, hij zou zo terug kunnen. Ja. Ah, die hebben het ook goed gedaan, hè? Ja, goede spits. Ja, echt een goede spits. En maar een goede gozer ook. Ja, ja. Leuk, weet je. Die gaat ook zitten met je. En, ja, nou, beetje, dat vind beetje ik praten en zo. Ja, dat hoort ook. Ah, oh, mooi. Nou, we zijn hier aan het diemen. Links moet je. Ja. Ik ken de weg wel. Linkerrijbaan. Ik ken de weg wel, zeg. Heb jij een naam ook hier, toch? In die wijk van jou? Ja, ik heb hier, een brug. Ja, een brug, hè? Heb je gehoord wat ik gedaan heb? Nee. Die was op een gegeven moment gemaakt. Ik heb de grootste brug. Ja. Ik heb op die brug gestaan. En iedereen die aankwam, ik zei, dat kan niet. Het is mijn brug. En mensen, ja, maar. Ik zei, nee, sorry. Ik heb opdracht gekregen. Niemand mag eroverheen. Lachen, joh. Ja, ja. Maar dat is wel mooi, toch? Dat is goed. Dat hij hier eigenlijk gewoon een eigen naam hebt en zo. Echt mooi, ja. Ereburger ook van Amsterdam. Ik heb vier dingen, hè. Dat heb niemand, hè. Geen één voetballer. Ereburger van Amsterdam. Geridderd. Bondsridder van KVB. Ja. Erelid Ajax. En geridderd door de koningin. Dat zijn vier mooie. Mooi, hè? Ja. Ah, dat zijn mooie dingen. Ja, dat zijn geweldig. Ook, leuke dingen die... Mooie ervaring allemaal. Ja, dus ja, de carrière... Ja, super. Denk ik, is mooi geweest. Nooit, het is alleen jammer dat ik net 73 ben gestopt. Ik heb in dat jaar... 7 keer de winnende goal gemaakt. Meen je? Ja, bij Ajax. 7 keer? 7 keer. En toen, maar Michels, die werd pas op het laatst trainer. Kan je dat nog herinneren? Nee. Maar ik had al gezegd dat ik zou stoppen. Ik kreeg een afscheidswedstrijd tegen Tottenham. Ja. En toen had je, wie was daar ook weer trainer? Die Griek, Vaandruns. Oh ja, ja, ja. Heb je het toernooi van ook, toch? Ja. Vaandruns toernooi. Juist. Ja, 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 ja. Maar die werd op het laatste moment werd Michels trainer. Als ik dat geweten had, en dan weet je het nooit, nou, dan had ik meegegaan. Ja. Duitsland, dat 74. Ja. Ja, wie weet had ik in de finale meegewonnen. Dat scoor je misschien, dat weet je niet. Nee, die weet ik niet. En nou gingen we er, of verloren, of 2-1, weet je wel. Sjaak, nooit buitenlandse clubs interesse gehad? Ja, natuurlijk wel. Maar waarom ben je... Maar we konden niet weg. Ik kon mijn hele ding is niet weg. Je zat vast, je was, weet je, daarom had ik al ruzie met de Ajax. Dan ging ik vragen van, krijg ik er wat bij? Ja. Nou, degene die nieuw kwamen, die kregen allemaal goede contracten. Ja, ja. Tegen mij zei, jij wordt bij het meubilair. Nou, weet je wie er werkte bij Ajax? Die zat, werkte bij de belastingen, ja. Meneer Timman. Oh ja? Kreeg je nooit de gulden meer. Van die belastingdienst, nee, die ja, gasten, ja. Nee. Oké. Okay. Dus je hoort bij het meubilair, je ja, krijgt geen nieuw contract. Ja, toen tegen Engeland. Ja, dat wil iedereen hebben als dat toen gebeurt. Ja. Als je 4 goals maakt tegen Liverpool, ja, tuurlijk. En die waren Europees kampioen, ja, dan willen ze je wel hebben, dat weet je zelf. Nu zijn ze er heel gretig mee. Maar je kwam niet weg bij Ajax, nee, ze liet die niet gaan. Nee, je kon niet weg. En dat kwam pas toen die Belg, weet je wel. Ja, Bosman. Bosman-affaire. Ja, nou, toen liep Van Basten zo eruit, ja. En nog een paar. Ja, die hebben echt geluk gehad. Ja, ja. Och, ja, jammer is dat dan. Ja. Of denk je van, nou... Het is mooi zo, toch? Tuurlijk, geweldig. Ik heb het nu ook goed. Ja. En ja, wat moet je dan nog merken? Ik heb het heerlijk thuis. Ik heb leuke kleinkinderen, kinderen. Ja, ja, geweldig als je toch? Ziet gezond, foto's. Ja, belangrijk. En ik voel me goed. Ja, nou, en ik heb nu een fantastische dokter. Die is al een paar keer bij me thuis geweest. Ah, oh, mooi is dat. En ik neem hem mee. Hij vindt het fantastisch. Dan heb ik een shirtje heb ik voor hem, voor zijn zoon. Heb jij een shirtje van mij? Nee. Zal ik even pakken? Vind ik ja? Leuk, ja. Oh, ja, top. Okay. Super. Hey, oh, maar, dat is mooi. Ja. Maar dat is zo mooi dat ik dat heb. Dan voel je helemaal vertrouwd. Ja. Weet je?